Weten jullie nog? Alweer bijna een jaar geleden hield ik een crowdfundingcampagne voor de oogst van onze eerste hennepthee. En wat een wervelwind is er over ons heen gekomen. Dankzij de gunsteun van meer dan 200 crowdfunders konden wij de eerste oogst waarmaken. Bedankt allemaal. En na het oogsten hebben we de thee gedroogd en gesorteerd en we maakten verschillende melanges. De crowdfunders kozen uit 5 opties de mooiste verpakking en dat is deze geworden. Die is gedrukt op speciaal voor ons ontwikkelde composteerbare zakjes. Natuurlijk moest de thee ook ingepakt worden. En dat hebben we gedaan op een hele gezellige en sociale werkplaats. Dutch Harvest is inmiddels verkrijgbaar bij meer dan 40 winkels in Nederland en dat aantal groeit snel. Tijd dus om opnieuw te zaaien. Maar naar aanleiding van de vorige crowdfundingcampagne kreeg ik ontzettend veel vragen over hennep. Hoe wordt het nou verbouwd en hoe hoog wordt het? Wat wordt er eigenlijk allemaal nog meer meegemaakt? En wat was nou precies dat verschil met marihuana? Dit jaar ga ik het anders aanpakken. Ik ga jullie meenemen het veld in, van zaadje tot thee. Elke 2 weken kunnen jullie een Dutch Harvest Field Update verwachten. En dat begint natuurlijk allemaal bij de boer. Zo, Albert, kopje thee? Ja, lijkt me goed. Gezondheid. Waarschijnlijk een van de laatste. Is dat zo? Nou, wij zijn opnieuw aan het zaaien, dus we hopen dat je voldoende thee weer afneemt de komende jaar. Maar als ik alle berichten hoor, dan hoort het heel goed. Dus wij zijn toch trouwens dat we opnieuw weer het zaad opnieuw de grond inbrengen voor de nieuwe thee. Mooi, heel goed. En vertel eens, hoe gaat dat zaaien? Nou, dat zaaien dat doen we met een combinatie die in één weggang de grond losmaakt. En dan de zaadjes precies in een rijtje zaait. Ja. Om de 12 centimeter een rijtje. En ongeveer 150 plantjes per vierkante meter. Zodat wij een voldoende dekking krijgen als die plantjes beginnen te groeien. Om onkruidloos het seizoen in te gaan. 50 onkruidloos, hè? Hoe gaat dat dan? Nou, die onkruidloos is door een goede stand van het gewas hebt. Zodat er voldoende zaadjes zijn. Dan groeit het zo snel dat onkruid geen kans heeft. Waardoor we ook geen enkele bestrijding kunnen doen. En dat is wel essentieel voor ook met name de thee, denk ik. Ja, dat is wel zo prettig. Dan blijft een gezond kopje. Nou, gezonde thee. Heel goed. Ik ga je niet langer ophouden, want je weet nooit hoe lang het droog blijft. We gaan snel weer verder. Heel goed. Dus ik hoop, het is nu zaterdag. Ik denk met dag of 4-5. Volgende week donderdag zal dit zaad boven zijn. Het staat al boven, mooi. Ja, heel snel. Dan komen wij over 2 weken weer terug om te kijken hoe het erbij staat. Interessant vandaag, jongens. Ja. Helemaal goed, Esther. Okay. Bedankt. Ben jij benieuwd hoe de planten er over 2 weken bij staan en hoe hoog ze tegen die tijd zijn? Houd onze Facebook in de gaten voor de volgende Dutch Harvest Field Update. Tot dan.